ik een vrij interessante discussie had ik aan mijn Facebook gezet van ja, madameke dat een pensioen heeft van 1070 euro. Ja, en allee, die ook echt zo aan het afgeven was op de vreemdelingen en zo, die alles kreeg. Maar het ging natuurlijk ook, ja, zij stond op een wachtlijst voor sociale woningen en ze kreeg dat niet. Er waren nog 78 mensen voor haar sociale woning. Dus ja, ik heb dan ook gezegd, ja, Tom de meester van PvdA, die stelt aan de kaak. In de gemeenteraad, wij willen ook dat er meer sociale woningen komen. Dus we een beetje discussie proberen verleggen en dan was ze toch aan het twijfelen. Dus, en heb je daar kunnen over gaan, of? Ze was aan het twijfelen dan. En ik heb dan gezegd van ja, denk toch aan ons volgende Zeker. Week. Wij zijn de enige partij die echt opkomen voor pensioenen en zo. Ja, ze was wel. Ik denk dat ik haar wel overtuigd heb. Nee, maar dat is zelfs niet. Dat is zelfs niet. Ik kan u mij herinneren, uw gezicht kwam met een kop. We hebben druk in de kop, hè. Wat nu kwam dat woord. Waar misschien nog aan de foto ziet en van mij zoeken de... Heel mooi, ik ken u, hè. Ik ken u. Ik zat zo te kijken, dat kan je niet. Zo, we zijn met zo oud geworden. Ja, 20 jaar, oké. Ja, dus... Jij hebt nog een miljoen van z'n uur. Hoe lang zijn jij daar weer? Bij je vrouw, ja? Ik werk daar, hè. Weet je dat nog altijd? Oh, oké. Okay. Ja, achter mijn uur doe ik de gemeenteraad eigenlijk. Ja, ja, ja. Het is vrijwillig dat we ook doen, hè, dat politiek. Wij, ja, okay. Dus ik hoorde het. Ik had ook vorige keer de tussenkomst gedaan voor de Ja, we hebben er geweest. Nou, zijn uitleg was goed. Zijn uitleg van koe. De neuf van koe. Dus Allee, ja. Ben je zo aangedeen? Jawel. Je weet wat dat is. Om nu worden langs alle kanten weggelagen. En gedaan. Ja, maar dat is hun verantwoordelijkheid niet. En pas op, ik ben er ook nog nieuw in de politiek en een beetje... Het wordt op een lange band gesmeten, hoor. Ja, de bijvouw is toch niet wat een tenderendste vent. Ik heb al gehoord, Wacht maar af, ze binnen een beetje. Wat ik spijtig vind, hè, soms, mag dat altijd de dokwerkers staak. Dat ik zeg, als die vago moet er ook naartoe. We moeten elkaar steunen. Ja. Overleggen met de werkgever, ja. Dat we in ver kunnen overleggen. Nee, ja. Kunnen we aanbabbelen, maar een duur... Verkiezingen. Weet je wel op wie dat gaat stemmen? I don't speak... We zullen stemmen op wie van de aan. En waar niet? Dat gaat zeker een keer doen. Als je wilt. Oké. Bedankt voor je graag. Ja. Wij willen ook graag het openbaar vervoer. Ik zal een keer prettig pijs. Nee, ik ga geen dag hokjes stellen. Hè. Geen dag hokjes kunnen. Dus, kijk. Dat is papa van Ali. Ah, dat is uw papa. En jij zegt niks. Die zelfs wel op ons, hè? Ja, tuurlijk. Tegenwoordig. Wie heeft er nog geld? Niemand, hè? Ja. Ja, zit er als je een portefeuille vindt, en kijk dan een keer in. En je ziet als je een briefje van 1200 euro zit, dat je zegt miljarden. Maar dat is niet van, hè? Moest ik zijn, hè? Ik kom hier binnen als klant en ze vragen mij van zou je op ons stemmen? Ik zou mij kwaad maken. Want die hekte van verkiezingen, begin oud te worden. En die verkiezingsgekte heeft mij ook een beetje gek gemaakt eigenlijk. Dus, want als ik hoor wat de mensen gaan stemmen, terwijl dat ze gepluimd worden, uitgeperst worden als ze het doen en dat ze toch nog altijd op die partij zouden stemmen, dan maakt mij een beetje teleurgesteld of soms kwaad in. En dat de mensen nog niet beseffen. En het is allemaal mijn schuld. Ik ben van vreemde afkomst en ik pak hier altijd alle geld weg van de mensen. Terwijl ik ook 9,5 uur werk bij Ivago. En achter mijn uur nog een keer 6-7 uur voor de partij werk vrijwillig. Dus aan mij gaat het niet leeg. Er zijn duizenden die, gelijk ik, aan het werken zijn en die van vreemde afkomst zijn. Dus ik ben geen Turk niet meer, ik ben een Gentenaar, jongens. Dus alleen mijn huidskleur en mijn haar is nog anders. Maar in hart en nieren ben ik een Gentenaar. Dus met Turkse roots. Hè. Natuurlijk dat ik hem nooit niet wegsteken. Dus ik ben ook fier dat ik Turk ben. Hè. Maar ook terecht
Gentenaar ook. Hè. Dus, en al mijn vrienden zijn Gentenaars en al mijn collega's zijn Gentenaars. Dat is echt de Gentenaars. Hè. Dat zijn niet pleuien, niet neuten, niet pleuien, dat zijn. Hè. De zaal hier binnengewandeld, wordt hier toegejuicht door zijn militanten. Op het moment dat het vakbond af te breken is of zoiets, zijn ze alle scanderen. Daarnet scandeerden ze trouwens ook eigen volk eerst. En het eigen volk aan de overkant werd hier gezongen. Nog beter. Dat ligt een boodschap aan En wat zijn wij dan? Maar, een beter volk, dit is dus de overwinningstoespraak van de winnaar van deze verkiezingen. Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang. Yeah.